Het parlement is vandaag gestart met de behandeling van de ontwerpwet elektronisch handelsverkeer. Deze conceptwet is ruim 4 jaren terug voorbereid. Nadat de wet aangenomen en afgekondigd is, zullen transacties tussen bedrijven onderling en consumenten en de overheid veel sneller kunnen geschieden. De commissie die belast is met deze wet staat onder leiding van Stephen Tsiang. De commissie is er unaniem over eens dat deze grote stap in de digitale wereld ook grote verantwoordelijkheden en risico's met zich meebrengt. Artikel 42 lid 6. Een maand voor het vervallen van een certificaat wordt de gebruiker op de hoogte gebracht. De vraag is hoe moet dat geschieden, voorzitter? Schriftelijk of dan wel mondeling, et cetera? Dat is artikel? Artikel 42 lid 6. Een maand, ja. Artikel 43. Wat is uw vraag daar? Sorry? Wat is uw vraag bij dat artikel? Hoe de gebruiker op de hoogte moet worden gebracht. Ja. Artikel 43. Ik denk dat hier ook elektronische identificatiemiddel en certificaat door elkaar is gebruikt. In ieder geval onder lid 1 sub B en C denk ik dat daar moet staan certificaat in plaats van elektronische identificatiemiddel. De vraag die ik u stel is hoe zult u als individu of als organisatie omgaan met deze veranderingen en welke gezamenlijke keuze maken wij om ordening te brengen indien wij inderdaad de keuze hebben gemaakt om over te gaan van een papieren wereld naar een digitale wereld. Aan die keus is er een verplichting. Een verplichting van de overheid en wij als DNA om het verkeer hieromtrent te regelen en te ordenen. En daarover gaat deze wet. U hoorde achtereenvolgens de leden Stephen Tsiang en Jennifer Vreedzaam over de conceptwet elektronisch handelsverkeer vandaag in de Nationale Assemblée.